Ik wou net zeggen, dat duurt even. Huh? Ja, was even navigatie updaten. Dat is een update. Oh, ja, dat heb je gauw. Huh? Mag niet 60. Nee, is sneller hoor. Oké, hij is op een bordje 60. Ja, miles. Oh. Totdat je thuis bent. Nou, hier kunnen we ergens shoppen. Ja, hier. Nou, we zijn goed door. Ga maar shoppen, ik kom die shop. Hallo. Oh, ze hebben hier sandwiches, bier. Wat? Wil je een sandwich? Nou, dat kan wel. Job nou, is er ook. Nou, dat is helemaal mooi. Het ziet goed uit. Explosie Blokpark. Lekker 10 tosties. 10 sandwich. Lekker. Nogmaals. Ik neem een snikkel. Nou, ik heb genoeg. Ik ook. En ik neem... Ik had er wat voor al. Voor de vorige week geslagen. Dan gaan we maar langzaam naar de stad rijden. Ja, laten we maar doen. Oh ja, jij moest wel even naar HB natuurlijk. Ja, heel erg. Is er iemand die Ilias zijn auto in beslag heeft genomen? 99 weet van niks. Wil vier ook niet. Waar is die melding? Ik zie dat poppetje, of op de navi zie ik wat. Is dat in onze richting? Ziet de persoon eruit? Rechtsboven de lijst, hè? Kun je het snel zoeken. Hoe ziet die ideaals eruit? Ja, maar dat zie ik dus niet. Nee. Ja, diegene is zwart gekleed. Blauwe... Een persoon. Hemdje, denk ik, iets eronder. Ja, dat is in het ziekenhuis. Ja, dat hoor niet heen. Nou, die mag je annuleren dan. Maar even bij het HP of als je. Ja, ik wacht erop je. Nou, dat doen jullie van bakkie. Jezus. Kijk uit, meneer, we hebben voorraad. Nou, we zijn terug. Ga je mee, Joppie? Gaan we even koffie doen? Ja, we moeten dan wachten, hè. Ligt hier nou iemand te slapen? Ja, ik ga even een melding doen. Die zullen wel 6 zijn, of niet? Oh ja, oké. Okay. Hier de 99 van de politie voor de ambulance dienst. Goedenavond. Ja, 99 geven. Ik heb een gewond persoon voor het HB op de stoep lichten. Zou jullie een autootje kunnen sturen? Ja, voornamelijk ga ik doen. Dankjewel. 99 uit. Beneden, boven, op het dak. Nee. Nou, Joppe, er is ambulance onderweg hoor. Oké, maar mooi.
Wanneer is ons KJ's? Vraag in de Discord, Lazies. Vraag wanneer we handel meldingen krijgen. We zijn bezig. Hopelijk morgen. Je moet gewoon even geduld hebben. Hoe Hallo? Ik vind het lastig, maar ik kan helaas niks aan veranderen verder. Ja. Het is hoe het is. Ja, het is... Hallo? Kijk. Hey Bob! Daar ben ik. Oh nee. Bob, er ligt hier iemand op de grond. Oh nee. Bobcat. Wat is er gebeurd? Ik ben flauw gevallen. Dat is heel anders. Heeft u nog ergens pijn? Niet echt. Oké, op een schaal van 1 tot... Nee, wacht, dat is helemaal geen vraag. Wacht. Nou, de hand komt omhoog. Cool. Iemand is hier de lamp aan het slopen. Oh. Ja. Dankjewel. Nou, dan doe voorzichtig en dan als er weer... Meneer van Damebeek? Ja. Je bent aangehouden voor vernieling. Ja, vandalisme. Ja, Jezus. Wat heb je gedaan? Meneer? Ja? Dan wacht even blijven staan. Wat is het nou? Interactie. Oh. Ja. Legaal! Wat is het nou? Zo. Wat is dit? Dit is het politiebureau, meneer. Ja. En waarom ben ik aangehouden? Vandalisme. Hoe vind ik vandalisme? Ik loop gewoon. U loopt gewoon, u slaat de lamp uit het plafond. Al ben netvlies niet. Mij ook. Op mijn netvlies zie ik geen lampen. Ik zie jou toch net al die lampen kapot slaan, of niet? Op mijn netvlies niet. Nee. Nou, je gaat maar even 5 minuten zitten. U krijgt 5 minuten straf. Waar is die Joppe nou weer? Ga je mee, Joppe? Ik heb er 5 minuten vastgezet. Oké. Even. Kan die even afkoelen? Ja, ik snap het. Dat is niet handig, hè? Ik 99 voor 04? 99 voor de 04? Waar ben je? Waar lopen we naar boven? We hebben net even een bakkie gedaan. En we hebben even... Hallo! Gevangenis gestuurd. Goeiedag meneer. Zo, lekker wild terug worden kapsel. Hè? Ja, Gerard Wilders kapsel. Ja, precies. Kan ik u helpen? Zo. Nee, nog niet. Oké, nou doei. Doei. Nou Sam, we zijn er weer. Ja. We hebben even hallo dat je gevangen is gestuurd. Hij was de lampen kapot aan het slaan. Ja, dat ken je. Ja. Heb je verjongingskuur gehad, Joppie? Vandalisme. Heb je verjongingskuur gehad? Nee, verjongingskuur daar. Nee, je ziet er 15 jaar jonger uit. Nou ja, ik heb het niet gedaan, hè. Heb een nieuwe thee doen? Je jonger en ouder uit, hè. Oh, ja, ik wel, ja. Wat je nou uit? Nou, dat gaat weer. Oh. Ik ga wel voor de Joppe. Wat maakt van jij dan? Ga zitten met je theedoek. Nou. Doei Gordon. Doei. Jaren 90 en Gordon ook zijn kapsel. Ja, vreselijk. Nou. Al jij dacht ik kapsel. Ja. Ja. Dat is een raar gevoel. Ik vind het niet mooi. Maar... Nee, dat smaakt verschillen. Hè? Ja. Ja, ik voor de kapper is het leuk. Dus ik ben er een eentje in gooien. Zeg collega. Ja.
Normaal gesproken stoppen we altijd voor rood licht, maar jij hebt er vandaag geen zin in, zie ik. Het is toch groen? Nou, twee keer rood, net vergeef niet. Nou, maar waar rij je een markt? Oh ja, dan mag het. Oh, dit is een leuke manier van parkeren, dit. Dat is Joppe's bus, ja, denk ik. Ja, dat moet, dat kan niet anders. Ja. Er is maar één iemand die zo parkeert. Nou, dat weet ik niet. Wij gaan naar de inbouw nog. Dus de aanbeving van busjes. Ja, nou, gaan we weer een bekeuring uitdelen, collega? Ja, gaan even kijken naar. Ja, dan gaan we even de car dealer. Ja, ik ben moe. Moe? Ja, ik ben moe geworden. Ja, ik doe niks aan. Moe geworden kan ik niet mee. Dat krijg je mee, hè? Ja, dat zit in de genen. Nou. Of hebben je ouders dat ook zeker? Ja, die auto is altijd moe. Ik zweer je dat ik een melding van binnen voorbij zag komen. Ja, die is er ook. Is er al iemand aan? Hier is een gewonde man. De 15 koppelt aan de laatste melding. 99.040. Hey, Richard! Of u de Discord app OC1 moet joinen, daar zijn mensen die best wel aan het schilderen zijn. Ja, dat is een mooie Audi, Aries. Nou, 99 staat 4. 99 plus 04 te plaatsen. Hallo, collega. Hey, collegaatje. Hij is zijn auto gevlogen. Oh. Inhalen. Hij zit tegen een andere auto. Met gordel om. Met gordel om. Met gordel om. Ja, dan vlieg je er niet uit als je gordel om hebt. Maar dat mag niet. Nou, dat is voor je dat mij weg. Nou, meneer, u mag even doorrijden met uw truck. Oh ja, maar wacht, ik zet hem even hier achter neer. Ik moet het zo even snel hebben als we geen. Want dan denk ik dat u gewoon iets voor plastic licht zat. Dan denk ik ook dat het is. Anders zou het u wel tegen, denk ik. Volgens mij moet u naar het ziekenhuis springen. Nou, er is ambulance onderweg. Ja, dat kan je wel zelf doen. Meneer de ANWB? Ja? Kan ik u hulp krijgen? Maar ik wil even met een toetsje in een uurtje mee. Oké, slow down. Hey Bob! Oh ja, ik wist het. Oh. Hoe is het, Bob? Goed hoor. Mooi. Wat is er gebeurd? Ik heb er niet. Hij voelt zich niet lekker. Kan je me
wat ik ervan weet is dat ik een groenwagen wil inhalen en ik vlieg uit mijn raam. Oh, je vloog uit je raam? Auto staat in de fik, meneer. Kunt u me helpen? Ja. Heeft u nog ergens pijn? Ik geloof in hoop. Oh, oké. Okay. Dan hoopt u niet dat de auto in de fik staat. Even kijken. Hij slaat nergens op, joh. Daar heb ik overheid. Ja, ik heb op een schaal van 1 tot 10, hoe ernstig is uw pijn? Ik geloof 7. Oh, dan neem ik je mee naar het ziekenhuis. Zal ik even controleren of alles goed gaat? Ja. Oké. Ik neem aan dat je zelf kan lopen. Nou Joppe, waar gaan we rijden? Ik heb wel een schaal, maar ik wel weer. Hé meneer. Meneer, in de huis nu, weet ik veel, mijn Audi. Q5, ja. Ja, ik heb een probleempje. Ik heb een auto gekocht, maar hoor jij motorgeluid? Ja. Dan moet je niet bij mij zijn. Wat is er dan? Geef eens gas? Ja, ik geef vol gas nu. Ik rij al jaren en ik heb geen geluid. Ik word er niet. Ja, die motor die geeft geen rol. Even een ticket aanmaken bij de gemeente. Ga je mee, Joppe? Oké, ga ik doen. Rob, collega even bij mij, goed? Koen, wil je vrij? Hey, Clizo, thanks voor je follow. NOC. Cool. 23 NOC. Geen bericht. Ik ben weer staatszijn. Shalom. Hey Vera. Ja, kent ik heb hem niet. Beffie terug. Ja, die de goede raar was. Dank u wel. Ik ga u heel vandaag checken in het systeem. Heel goed. Is er niks in? Nee, daar kijk ik ook niet naar beneden. Ik wacht even netjes op mijn collega. Lukt het, Wifi? Ah, ik ben aan het kaken. Oké. Okay. Ja, hij heeft een rijbewijs inderdaad. Ik heb het niet opgezet, ik kan nog meer doen. Nou, hoes. Ho. Oh, je wil gelijk van achter? Ho. Nou, kom maar op dan. Nou, nee. Controlspier. God, de god. Ik heb mijn knieën bij liggen. Kaken. Als goed bezoeken vind je dat show. Ik ben heel veel kaken hoor. Even koekeluren. Zo, ja. We zijn al lang duurder rijden, ik heb nog meer te doen. Duur hem maar gewoon op die print. Ja, oké. Okay. Zeg collega. Ja. Waarom heeft zij een oud uniformjasje aan? Dat weet ik niet. Dus misschien moet ze die updaten. Ja, dat denk ik ook inderdaad. Hoe werkt dat met dat nieuwe boetesysteem? Je geeft een boete via F1.
Werkinteractie, boete. F1. Werkinteractie, boete, maar dan heb ik zo'n balkenskip. En dan, wat moet ik dan? Wat zeg je? Kijk, dan heb je werkinteractie, heb je boete en dan heb je een soort balkenskip in je gezicht en dan... Ja, dan doe je het bedrag invullen. Ja, oké. Okay. Die in mail staat. Ja, kom maar goed. En schleeks. Doei! Gaan jullie mee stage lopen? Ja, ik klap het je wel. Wil je 50 druk collega? Ja. Nee, dank je. Je bent toch in dinsdag? Ja, dat weet ik. Ja, Ries, ik doe gewoon of ik echt aan het werk ben. Laat even bij het ziekenhuis kijken, collega. Ja, dat weet ik niet. Dat moet ik even vragen. Hè. Yes? Dik ik even aan, die eten koffie. Godverdomme. Paar over mee. Ja, goeiedag meneer. Goeiedag. Goeiedag. Collega. Gaat alles goed? Ik wil. Hoi. Yo, vrouwtje. Gaat alles goed? Ik zit nog te kijken of ik die steuptrekking heel snel kan doen. Maar dat gaat niet zo snel bij mij. Loop eens mee. Wanneer gaat hij uit de weg? Staat hij de weg niet? Hij zegt vuurtoren. Oh, gaan we wel weer schelden? Ja, we gaan weer schelden. Hij scheldt altijd. Wanneer heeft hij voor het laatst... Nou? Potverdorie, hoorde je dat meneer? Ja? Nou? Nou? Ja, Gen noemde gewoon die mevrouw vuurtoren. Wanneer heb je voor het laatst... Wat zei je? Wanneer voor het laatst zijn je vetpunten bijgesmeerd? Ja, dat is al even geleden meneer. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Daar doe je niks aan. Nee, helaas. Ik wil even zuigen meneer. Ja, nee. Doe maar niet zo. Oh, wat ben je daar ben ik niet zo van hoor. Ik wou net zeggen, daar is je niet van. Hij is meer van het likken. Ja. Wat zegt u nou? Nee, u bent niet van het zuigen toch? Nee, ik ben meer van het likken. Dat zeg ik toch net? Oh ja. En dan gaat ze je likken? Nee. Zuigen. Ook niet. Ja, maar dit gaat altijd nou, doet hij anders nooit. Nee, ja. Nee. Nou, doe ik anders nooit. U haast het hartstikke goed hoor, mevrouw. Oké. Goeie kapper, hè? Kijk, dat ik nog lager dan dat voor je wapen. Beetje hoog op de heup, een beetje pijn. Wat zeg jij nou allemaal? Wat schuurt je wapen tegen je zak aan? Nee. Oh ja, maar dat is... Dat nee, ik had het wapen nog hier aan de heup hangen, maar ik had het aan de been. Dan moet hem aan de been zetten. In de kleedkamer, daar kan je de been pakken uit de kast. Beenholster in de kleedkamer. Moet je zelf doen. Een houten been, jongens. U heeft toch geen houten been, meneer? Ligt in de kast, in de kleedkamer. Oh, moet dan een duik in nemen. Nou, blijkt niet. Meneer, u krijgt een bekeuring van mij. Nou, wat is de bekeuring nu weer? Want u mag niet zo parkeren. Nou, ik verkeer mijn handen voor de tijd 8. Meneer, mag niet. Heb je nog iets te doen bij de ambu of AMB? Oh. Nee, helemaal niks hè. Ik voel me geen type 30. De doodzaai bij de AMB nu. Oh, wat dan? Ja, vind ik gadarisch. Kunnen we iets jou doen? Sam zegt, ik moet blijven staan. Oos. Dat is niks hè. En dan gaat je mijn rekening af. Even denken, kijk. Dat gaan we nog niet doen, druk, hè? Zet ervoor. Kut. Ja, ze zijn er maar bezig. Je hebt hier de toppetje staan. Nee, iets met Nick, volgens mij. Bart is ook zo'n toppetje, hè Bart? Stropdas is het volgens mij. Oh, is nog een mooi fitness trick. Dat is ook wel mooi. Oh ja. Ja.
Hey Bob! Oh, hey Bob! We gaan met ambulance hoor. Oké, okay, kom. Mooie haartjes. Ja, ik denk ik gooi het een keer los. Mag geen korps tegenwoordig? Ja. Ziet er goed uit. We zijn tegenwoordig. Ja, jij hebt... Ja, keurig hoor. Ben je naar de zonnebankje geweest, Lars? Ja, ja, nee, hij is gewoon grijs. Hij is gewoon oud. Heb je zonnebankje gedaan, Kars? Zonnebankje? Zeg u? Heb je zonnebankje gedaan? Ja, zeker. Ik zie het, ja. Nou, joejoe. Zeker. Ziet er goed uit, of niet? Zeker. Had Michael gesolliciteerd? Ah, ja. Had Michael gesolliciteerd? Zei dat? Ja, voor mij wel. Is een vriend van me, wacht even hoor, want ik krijg een melding van jullie binnen. Ja, ja, ik zie hem ook. Zie jij die oranje 1 en 2 ook? Ja. Oké, okay, prachtig. Dat was een melding. Nou ja, prima. Fijne avond dan hier. Ja, ik weet allemaal nog niet hoe dat werkt met het nieuwe systeem. Ja, precies. Nee, dat andere, dat nog... Dat wordt nog maar bekeerd. Je moet altijd uitkijken of een collega achter je gaat staan. Je altijd even omdraaien. Ah, vooral als je op meneer met een gsa. Precies. Hoor je wel vaak op het nieuws op die... Ja, 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 dat nee, zijn er. Ja, ja, ik hou gewoon van anaal. Of met dokter, huiskleur of grijze mannen. Dit is natuurlijk heel slecht hier zo. Ja, dat klopt. Ja? Maar ik ga mijn collega wil graag een ritje met je maken, zei hij. Ik... Oh god, help. Oh, is... Hij is gek op rode dekkings. Ik zei alleen dat ik van anaal hield. Porverdorie! Hey. Oh, hoe is? Ik zit er al, ik was weer met Vera aan het rijden, maar... Of je arm vastzitten, meneer. Heb je ook Vera gereden? Nee. Zo. Ja. Ja. Dat is nog een stukje. Een paar meter. Nou, dit gaat niet heel ver, meneer, want we zitten ons geen stap. Nee. Porverdorie. Waarom? Ik hoor iedereen zo zacht, ik denk dat mijn oorschap een keer moet terugsturen. Ja, dit gaat er even bij zitten, dat duurt allemaal zo lang. Is hij gewoon een luie hond. Ja, dat is het ook. Hij is de zeester. Nou, gaan we even een rondje rijden, kijken of we een bekeuring uit kunnen delen. Ja, dag meneer. Doei, doei. Joppe! Lezen. Bonnenquotum! Doei! Doei, doei. Een hond heeft een baas. Waar zit die deur nou weer dicht? We zitten net toch weer. Hij dicht. Druk eens op L. Op L. Hier, hop. Ja hoor, we kunnen weer. Maar we zitten door, Tedo. Ik kom daar nog niet in. Zo, drukke dag zo, hè? Nou, zeg dat wel. Koen bellen me net. Koen, die kan een aanbieding. Ja, 18 is er, staat dus 8. Waarom? Ja, dat is verloren, maar gezien. Hij is niet meer in dienst, dus weet ik veel. Moet hij in dienst gaan? Ja, waar kan je in dienst gaan? Inderdaad, in dienst gaan, weet je niet wat dat moet. Dat hebben jullie niet. Dat hebben we niet, nee. Je krijgt gewoon fulltime betaald. Wie staat daar mee op de weg? Goeiedag. Hey, ik zat pronken op de porto, dus dat was... Ik zei net gewoon, ik was Harm op de porto. Haha, grappig hè? Nou, zeker. Hey. Maar wie bent Hallo. U? Ik ben Vin de Wit, aangenaam. Hallo Vin de Wit, je ziet inderdaad wel witjes. Ik ben niet heel wit, toch? Nou, zij is wel vrij witjes. Maar lopen jullie altijd midden op de weg? Nee, ja. We waren. Nou, ik zag jullie aankomen en ik dacht, oh, dat is een politievoertuig. Okay, dus ik dacht, ik ga even suicide bike op doen. Staan, maar, ja, die. Hebben jullie daar wat mee te maken? Nee, er was net een vrouwelijke agent, alleen die is toen weggereden. Oké. Okay. Dus je hebt de troep niet opgeruimd? Nee. Dat, nou, dan gaan we even kijken voor wie die is. Is goed. Graag op stoepje, ze rijden hier eens gekken. Ga je mee, Sam? Ja, ik kijk even bij die. Nee, we hebben een melding, er gaat iemand dood. Ja, ze is een stukje rijden. Heb je nog genoeg benzine ervoor? Ja, 46 liters. Oh.
Joppe? Ja? Zing jij een liedje? Ik kan niet zingen. Maar dat geeft niks. We zijn maar met z'n drieën. Dat is een zingen moeilijk. Volgende keer ben je dat ik kan zingen. Maar... Nee hoor. Ja, laat horen. Zing eventjes van bij de politie. Kom, je kan het. Bij de politie. Dan geven we geen woord met je gaan. Ik heb het niet. Dan pak je telefoon even, dan heb je de zongtekst. Hij is van K3, hè? Oh, de afgelopen is van K3. Ik ben niet zo. Ik luister geen K3. Ja, maar je wil met de politie mee of niet? Doe, dan moet je wel even het liedje zingen, toch Bart? Vind ik ook. Kom op, Joppie, je kan het. Ik kan het liedje niet. Op je telefoon. Het is vervelend nou weer. Ja, dan zit je met de zachtjes op je telefoon. Kan je mee zingen? Hij is van K3, zie jij? Ja, geloof ik wel. Ik was even mega mini. Ik weet het niet meer. Voor geen kinderen. Ja, het is van K3. Oh, dat is oké. Ik heb hem nog. Oh. Ja, kom maar op. Oh. We missen iemand. Heerlijk achteruit rijden. Ik ga crashen, denk ik. Hallo? Hallo? Ik ga crashen. Ja, ik ben al gecrashed. En we crashen. Momentje hoor mensen. Ja, ook dat kan wel eens gebeuren. Ja. ...99 voor de 04. Geen bericht. Ik had jou gebeld. Ja, Theedoek zit in boor. Oké. Hey, luister eens. Ben jij nog in de buurt van die tunnel? Ja, ik zie jou staan. Ik loop. Waar ben jij dan? De 15 en 51 aan reden naar de laatste melding. Waar ben jij dan? Hey Rick, thanks voor je follow man. Welkom bij de club. Waar ben jij dan?
zit er allemaal hier? Ik heb geen idee. Ja. Net doen of je gek bent. Even kijken. Moet u eerst even Theedoek helpen? Lukt het, Theedoek? Nee, wel zeggen. Faceless, AM. Dan je loopstijl naar normaal zetten. En? AM. Animatie. Ja, ik heb 6 elkaar aangedaan, maar dat kijkt niks. En? A. Van Anton. Ja, dat... M van Maria. Ja, ik heb AN gedaan. M. AN, maar dat kijkt niks. Maria. Oh, AM. Ja. Ja, van je moeder. Ja. AN. Van je moeder, Joppe. Ja, en dan normaal. Ja hoor, is die weer. Ik crashte. Collega erbij krijgen mogelijk achtervolging met een Maserati. Wat is de locatie? Wat is uw locatie? Joppe start in. Richting Pluto's, we gaan nou spoor kleden van de stad naar Sandy Shores. Nou, we gaan langs de gevangenis. Kan we gaan spoorkleden en neemt een afroodroute. Oké. Okay. De 15 en 59 koppelen. En de 29 koppelt. Zullen wij vanaf de andere kant contra rijden, mochten ze hem niet pakken? Ja. Ik ben nou al kapot. Moeten we helemaal naar de andere kant rijden? Ik dacht dat je iemand nadeed. Wat zeg je? Ik dacht dat je iemand nadeed. Oh, ja ook. Kut. Kut, 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 kut. Collega. Kijk eens. Kleider, overal bloed. Ja, die auto is kapot. Ga doen of je gek bent, Vera. Ik had mijn gordel dus niet om. Ja, verzonnen gaan we door. Wat voor auto, vraagteken? Hij staat al terug stil. Een zwarte Maserati met spoiler van achter. De 15 koppelt aan de noodknop. Met hoeveel ik ben op de plaats? Dat is genoemd. Oh, dat is hier. Lig je nou helemaal hier? Ik heb auw. Lig je nou te doen hier? Ja, ik. Dienst in deze. Ik heb auw. Niet gaan liggen. Nou, je ligt erbij een beetje onder het bloed, ja. Ja. Vervelend. Nou, moet ik ook naar het ziekenhuis. We moeten even wachten op de ambu. Ja, een uur is nu al te... Als ik maandag weer aan het werk moet, dan zeg ik nou, na een uur ben ik kapot. Ja, dat snap ik. Oh. Ga jij even zitten. Ja. Zo. Nou, nog een aanrijding. Ik hoor wat. Wat er gebeurt, Bart? Ja, ik had de goddel niet om.
Ja, dit is vervelend. Oh. Wij dachten, je bent de stad weer uit, maar... Nee! Dan stonden wij daar te wachten. Ik lag hier dood te gaan. Ja, nou, dat geeft niks. Ik denk, ik zag jou koffie drinken. Ik denk, nou, laat ik die knop maar indrukken. Ja, ja, ja. Ik zag Joppe die auto poetsen. Ik denk, nou... Ja, net doen of je gek bent. Heb je doppie even geproefd? Gewoon niks zeggen. Hou doen net of je gek bent. Ja. Ja, sta je dan, hè? Joppe, heb jij de ambu gebeld? Ik niet. Ja, dat is jouw taak, hè? Je bent bijrijden. Oh, je wou eerst al niet zingen, en nou wil je ook niet de ambu bellen. Waarom ben je nou mee? 15:59 zijn maar rijden naar laatste. Nou, wil jij die ambu zetten? Nee, twee, hè? Ja, red je levens mee, zelfs die van Bart. Nou, dat is wel te laat. Ik ga trouwens over 85 seconden weg. Dat is vervelend. Ga je naartoe? Dat zie ik haar, schok ik. Oh, dat is leuk. Dat is leuk. Dan gaan wij de kant wel op. Ja. Ah, mijn balzak doet ook zeer. Ja, je hebt geen ballen, dus dat kan niet. Ik kan geen doen. Precies. Jop, geef even een trapje tegen. Nou, kan het. Hij ligt weerloos, kom op. Nee, dat moet ik niet zeggen. Geef je kans. Hoeveel seconden heb je nog? 40. Oh. Je kan wachten zitten. Ja, hij ziet er dan flexibel uit voor een man die zo bevloed is. Ja, lijkt me ook. Als je een auto slinger bent. Ziet zich gewoon aan te stellen, hè, die gozer. Ja, voor mij wel. Nou, zo is het ook. Een mooi uitzicht hier, vind je niet? Ja, heel mooi. Even kijken. Je mist er eens. Nog 10 seconden. Dat is jammer. Dat ik beter tijdstip uit kunnen kiezen, Bart, want we zien niet veel. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, wel je gordel. Ik zeg over 5 seconden. 1, 3, 2, 1, joejoetjes! Jojo! Oh nee, dan moet ik 1 indrukken. Oh nee, toch niet. Nou, doei! Doei! Zullen we respannen? Doei! Ja, dat... Godverdomme, maar dan ben ik alles kwijt, hè? Mijn wapens, alle. Kan jij mijn inventory. Ja, ik kan er niks aan doen. Dan ben ik ook mijn dienstwapens kwijt. Ja, dat is wel een dingetje. Maar ik kan je ook naar het ziekenhuis brengen natuurlijk. Doe dat maar even. Zullen we dat? Ja, doe. Iemand is in de auto. Vind ik een goede... Ja. Joppe, zet die gasten in de kofferbak. Met de F1-spier, Joppe. En dan burger, interactie en dan escorteren ofzo. En dan zet in voertuig. Ja, zit hij erin? Hij zit erin. Ja, ik leg. Ja, maar ja. Hij zit erin, dan gaat het om. Is de ambu al? Oh ja, ik zie hem. Hallo. Alles is goed bij u? Nee. Nee. Wat gebeurt dan? Ik was uit de auto getiefd. Oh. Waar heeft u allemaal pijn? Op mijn borst en bij mijn balzak. Zo, die moet je niet boos zeggen. Dat wordt Willem halen. Uw borst en uw balzak? Ja.
even kijken. En wat is er precies gebeurd? Ik ben uit de auto gevallen. Was de auto gevallen, ja, maar hoe... Nou, ik kwam dus met mijn balzak op de vangrail terecht. Oeh. Ja. Oké. Dus ik schoot uit de raam, kwam ik met de balzak op de vangrail en toen met mijn smol op de grond. Oh. Allemaal niet zo mooi. Nou, collega, als jij de elkaar oppakt... Prachtig, die gasten weten gelijk niet meer wat ze mee moeten. Wat zeg je, Theedoek? Ja, de, ja, helemaal balzak legt open. Ja, dat was haalt al niet veel, dus ik denk niet dat het te redden is, meneer. Nee. Ja, zij kan het weten, ze hebben vorige week nog mee gerommeld. Ga meneer, mag u gaan liggen? Ja, ik lig al. Ja, we komen eraan, ik zit er in de melding. Komen er favoriete aan. Standje, liggen. Dat klopt, ja, ik werk niet graag. Nee. Even kijken, even. Nee, kijk. We hebben bijna uitgewonden. Kijk, 3, 2, 1. En hartstikke idee. Nou, ik leg nog steeds hoor. Ja, ik begrijp het. Een grote boom dit. Ja, het is een grote. Grote boom, ja, zo ja, Jezus. Nee, die is er niet meer hoor, Jezus. Oh nee, toch niet. Dan was het er ook niet uitgevallen. Zo. Doet u dat altijd kruipend? Ja. Even kijken. Ga ik u er even inschuiven? Even kijken. Ja, maar vrouw ook vannacht. Kun je erin? Mij zit erin. Ga maar met spoed liggen. Yes, ga ik nu. Kun jij nog zo verder overnemen? Dan ga ik die mensen helpen die bij de balie staan. Ja, dat is goed. Oh. Of een ding. Ja, ik ben bezig. Ik zie hier nou letterlijk bellen dat het te lang duurde. Ik nou op één druk. Zeg je dat? Ik zie je nou letterlijk bellen dat het te lang duurde. Ja, hoor de Oleg wel dan maar. Ik zei dat daar mensen stonden. Jij ja, zei dat hadden we door. Voor mij waren we zelf ook al wel. Nee. Oh, even mijn gordel doen nog. Dat is een goed plan, anders lig jij straks ook alweer aan. 14 van avond, staat dus 8. Is van nou 14 vanavond. Hey meneer achterin, gaat alles nog goed? Hele goede avond, 2002 was ik in dien. Nou, die oude man is altijd niet zo spraakzaam. Ja. Ik denk dat dat hem is. Die agent die er net ook bij was, is ook de map zien is handig. Ja. De navigatie hier ook. Ja, dat werkt allemaal wel mooi. Ja. Ah. Alles goed? Ah, mijn zak jongen, ik heb steken in mijn zak, niet normaal. Collega, ik stond nog heel eventjes. Stap ik even achterin. Is goed. Smeer dat krabbetje maar op. Krabbetje? Ja, die doet onder hè. Ja. Maar niet die hete, want anders hebben we straks een probleem. Nee hoor, daar hou ik geen zak meer over. Is je gordel weer op? En dan is staat ja, ja, hartstikke goed. Ah. Ik heb een pandje naar studie nemen, hè? Wat zegt u? Zo, hoppatee. Dat merk ik gelijk. Oh, je krijgt nou een hele warme zak. Auw, oh, stop met een piepertje. Ga gewoon een beetje doorrijden. Kan niet sneller. Er zit ook maar een bepaalde snelheid op deze weg. Zet hem maar gewoon. Ik heb een gegeven moment 140. 49. Zou je er zo.
Ja, hij gaat iets harder dan 140. Ja, mag niet harder, hè? Grens op 140. Even een algemene vraag aan alle collega's. Ik heb hier een Johnny Hoerst. Heb ik hier zo'n handboetje zo. Wat collega heeft een heer vergeten. Dan heb ik de hele dag gestaan van lul. Ja. Maar ik heb het anders, hè? Ja, ja, zo is het ook. Misschien wel Vera erop zitten. Maar ik zou niet weten, wat in mijn Guus in de auto. Ik ga er wel even bellen. Gaat ze vreemd? Nou, we zijn er bijna. Nou, ik pak al die mensen die daar staan. Yes. Ik spreek wel uit met dat uitsteken. Ah. Ja, wat hebben. Hallo? Ik rij nog een klein stukje naar voren, hè, zodat we er mooi bij komen. Oh. 1, 2, 3, ja. Yes, dan ga ik u even eruit halen. Zo. Alleen even heel even snel zelf uitstappen. Nog 9, kom eens uit. Zo. Ik neem u mee. Ik ben eventjes mijn hoofd bezig. Ik neem u mee op reis. Ik neem u mee. Holy. Ik ben er zo naar HB komen. Bitch! En daar bericht. Als u klaar bent, kan u dan even naar AB komen? Ik kom zo aan. Dat is vernomen. Ja. Hoi, bitch! Heeft u een pacemaker of iets? Nee. Ik heb wel een penisvergroting gehad, is dat erg? Moet kunnen. Ik ben op AB. Hij kan even genieten. Hi, oh, bouw mijn bitch! Hey, heb je iets voor metalen spullen bij je? Ja, mijn kunstheup. Een kunstheup? Ja, dan gaan we niet in deze. Oké. Okay. Nee, dan gaan we naar die andere. Nee, dan heb ik direct geen kunstheup meer open. Nee, dat moet je niet willen. Ik hou de deur open voor jullie, zo top. Ben ik. Dank je, bouw mijn bitch. Graag gedaan, bitch. Dan gaan we deze doen. Ja, je zit wel eerst in de doen. Nou. Oh, er zit zo tussen de deur, dat geeft niet. Ik van harte hoop dus. Ik hou de deur open voor je. Het is een lege kamer, dat is gek. Oh. Waar is hij gebleven? Het is een lege kamer dit. Ik zie wel een schaduw. Maar... Ja, het is een lege kamer dit. Is een like. Hallo? Hallo? Het voelt hier... Het is zo stil zonder jullie. Wat ben jij? Het is zo leeg in deze kamer. Meneer, hoort u ons? Ik denk dat je even opnieuw moet doen, meneer. Want ik heb wel lichte schade, maar... Lopen nog een rondje. Ik zie jullie weer. Oh, daar komt hij. Ja, ik kom weer terug. Ja, lalala. Hoort mij? Ja. Schade ligt hier. Ja, kom op deurtje. Kom mee. Ja. Deze. Oh, hoort u me weer? Ah, nu is hij weer weg. Hij is weer weg. Wat gaat de kamer vol? Oh, stop. Niks meer doen. Oh, hier is hij. Kom terug. Ja. Ja. Ja! Ja! Ja hoor! Yes. Oké, okay. Als u erop gaat liggen, dan gaan we achter het raam. Ja, dat gaat niet, want ik ben dood. Moet ik op hem gaan liggen? Of verlamd. Nee, ik heb te veel morfine op. Oh, dan ga ik u opleggen. Zou mijn vrouw ook vandaag? Ja, dan komt die zeester is. Dan ligt hij alleen maar, hè? Zo. Bekende houding dit van hem. Nou, de 15 is even status 4. Vermogen helpen. Lijkt me of mijn arm aan te komen is. Dat is vervelend. Ja. In je soep komen of niet? Ja, dan ben ik weer. Ja. Ik ben weer helemaal top. Ja, dan ga ik u opleggen en ja. Nou, één zou je alsjeblieft naar die pieper komen. Hey, Bama, bitch, kom er even op zitten. Ja, we gaan naar het andere. We gaan naar het andere kamertje. Ja, we gaan naar het andere kamertje. Joppe, kom.
Of je naar die pieper kan gaan. Ja, loop je op. Doe je werk. Top. Nou, eens even kijken, waar staan die foto's? Komen die hierop? Ja, die komen op, die printen we uit en dan hangen we ze daarop. Nou, maar op die balletjes moet je wel even inzoomen, dan zie je niks. Oh, hij heeft gezegd dat hij een penisvergroting had gehad. Ja, dat mocht hij willen. Zou hij dat moeten doen, want jezus, moet je kijken, dat zie je toch niet, het wurmpje? Nee, oh ja. Meneer, we gaan hem even 20 keer inzoomen. Ik kan hem niet zien. Hoi, hoi, hoi. Zo. Nog niet goed, maar ja. Okay. Ja, nu zie ik hem beter. Ja, dat balletje moet eraf, hè? Dat zie je. Ja, die moet eraf. Is helemaal naar binnen geschoten. Zo. Vandaar dat we hem niet konden vinden. Klapzak, hè? Ah, misschien moeten we hem eerst even vergelijken met die andere bal. Meneer, ik ga ook een foto maken van uw andere bal. Zo, vergeleken met deze is die andere echt ingezakt, ja. Nou, hè? Zo. Nou, dat wordt de 15 koppelen aan de huis. Nou, woning in Hallo Vera. Hallo. Ze hebben mijn Viagra toegediend. Kan jij er even op komen zitten? Nee. Waarom niet? Nee. Ja, maar hij staat al 5 uur stijf, dus ik vind het wel lekker als er op gereden wordt. Jammer voor je. Oké, dank je. Goed nieuws en slecht nieuws. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Oh, en dat is? Het goede nieuws is, u bent in goede handen. Dank u wel. Het slechte nieuws is, we gaan uw ballen ophalen. In de auto. Nee, doe dat maar niet. Kan er een extra in het Ja, moet wel. Hij is helemaal ingezakt, joh. Nee, ja, nou dat geeft niet. Die zak vanzelf wel weer naar buiten. Nee, hij is er bijna allemaal ingeschoten. Nou meneer, er komt niemand aan mijn bal. Mevrouw Veer, heel even terug naar de locatie toe en dan zal ik spoedig mogelijk komen. Klammel. Hij heeft er 2 keer juist schelen. Hij gaat er niet. We hebben 0-2 koppen tegen de laatste loop. Blijf staan! Hij is binnen! Blijf staan! Nee! Nu hebben we een probleem. Welk huis is het? Is het eentje aan de oostkant of een aan de westkant? Staan! Blijf staan! Op mijn locatie heb ik de heren nu stilstaand. Waarom? Ik ben met de T6 aanrijdend, dus ik heb T-vervoer. Meneer. Stop dat nou eens. Blijf staan. Ik ga nu met de persoon even mee naar het huis toe. Handen omhoog! Niemand komt aan mijn balzak! Dat is waar ik sta volgens mij. Ja! Hey! Ik heb hem! Ja hoor, ik heb hem! Neem hem mee! Ik ga hem oppakken! Mevrouw! Nee, ja, even wachten, mijn collega, zijn bal moet eraf! Mevrouw! Oh! Oh, hij gaat er vandaan! Ja, die man zit binnen, kost nog moeite, maar hij zit. Collega, blijf staan! Zijn we ook kunnen afhandelen dan meteen als u er meer informatie over weet? Ja, precies. Hey Bob, ze zitten achter me aan, ze willen mijn ballen eraf halen. Ja! Je mag even gaan liggen, joh! Kan er iemand helpen? Pik me op! Bijna
Misschien kan ook kapot zijn gegaan tijdens de autojat. Ik heb een vingerafdruk gevonden. Ja, die boeien kwamen ineens weer terug. Kut, waarom zie ik geen trick, hè? Controlebindings die kloppen niet helemaal. Zo! Met de controller is daar niet mee te vliegen. Hoe kan je naar voren met je toetsenbord? Oh. Nou, misschien kan ik hier veilig landen. Numpad 8, numpad 5. Ah, meen je niet? Top man. Thanks voor de tip man. Oh ja, zo kun je helemaal. Ja, klopt ja. Top. Dat is best wel lastig vliegen zonder controle. Ja, die doet het niet meer. Hoort die noodsignaal, Bart? De collega's zijn zo goed mogelijk aan de. En dat alles zonder het verband er niet af te hebben. Noodmelding is op locatie van Blokkenpark Garage. Graag iedereen koppelen. 3-1 met toestemming is toegestaan. Hij tijddoek! Ze hebben me niet! Ja, ik was ontvlucht omdat ze mijn ballen eraf willen snijden. Jezus. Hallo? Yo! Wat bij jou gebeurd dan? Ja, ik was gevlucht, want ze willen mijn ballen eraf snijden. Die is dood. Oh my god. Je kunt niet zo mijn nek staan hijgen. Oh my god. Niet zo mijn nek hijgen. Afstand, heren. Behoorlijke brandwond heeft. Het
stinkt hier een beetje. Hey, heigertje. Ja, waarom pakt u meteen een draak? Ja, meneer heeft afstand, dus jullie. Afstand. Waarom pakt u meteen een dildo erbij? Heeft afstand. Afstand of ik ga hem slaan. Laat die zorgen. Oh, die verjaag heeft een goed zijn werk gedaan, zie ik net. Afstand, heren. Oh. Zo. Ja. Laatste waarschuwing. We hebben meer afstand, heren. Ik ga deze nu Ja, voor mij is dat die persoon die je net had, Nick. Dat is de persoon met een klapbal. Nee, maar ballen wil ik er niet af. Ik heb meerdere collega's te koppelen aan en op. Oh. Oké, okay, gelukkig met een bis. Nummer van de advocaat. Dat wordt meenemen. Negatief. Kan die persoon alsjeblieft weg, vreselijk hé. Kan degene die dit vervelende geluid maakt nu weg? Afstand. Jodor, weg. Wat een zootje. Nick, 3 seconden, kun jij me even snel genezen? Ja. En de bloeding op mijn arm. Je hebt een rapje maar in mijn oor leggen. Yes. 1, 2, 3 is goed weer. Pakken, pakken. Oh, je bent lopend. Ja, ik sta hier gelukkig wel weer. Thomas. Wat is er gebeurd? Ik was gevlucht, maar ik had handboeien om, maar ze wou mijn ballen eraf snijden, dus had ik de heli gejat. Kees, ik denk dat het echt niet zo'n goede zaakje was. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Niet. En waar op dit moment allemaal pijn van? Wat gebeurt niet? 02 zou zo spoedig mogelijk koppelen aan deze melding, heeft geen gedeeld. Wat zeg je? Komt er niet echt, papa. Oh, de verband doet het niet? Ik weet niet wat jij doet, maar... Hé, meneer, laat het maar... Als je nog één keer doet, dan ben je... Geen klap verwachten, deze wapenstop. Nou, neem hem maar mee, jongen. Ja. Is genoeg gewaarschuwd. Ja, probeer mijn auto te sturen, dat is mijn auto. De 51. Fijne avond. Meneer, ik sluit hem vanavond. Hallo, gaat alles weer goed met u? Gaat alles weer goed met u? Ja hoor. Oh, dat is dan goed om te horen. Ja, dank u. Ik moet toch nog even naar die bal kijken. Kom meneer Zoutelanden. Je redt me, redt me. Kan jij ook maar boeien afbreken? Oh nee. Snel, snel. Let op, let op, let op. Snel. Ga in de auto, snel. In de auto. Godver. Nou trill ik de moeder. In de auto. Kijk, dit is... Nee, daar gaat het. Ik kan heen gaan, hij heeft me geboeid. Kunnen jullie hem even ont... Dat is even gek dit. Fjodor! Fjodor! In een auto. Fjodor! Fjodor! Ja, probeer het proberen om te schieten in de voet als het mogelijk is. Even weglopen. Ja, dat is kwint. Ik voordat u nu dat hij weg doet op locatie. Anders wordt ook gewoon aangehouden. Maar wat zegt hij? Ik hoor hem niet. Tweede vordering. Gaat nu weg of wordt aangehouden. Moet je net met Thomas doen. Maar wat zei hij nou? Ik ben... Joppe! Dat ik wat moet? 3. Joppe, help! 2. Nou, ja. Misschien wel raak schieten, zoals slim. Het is gaan houden, opa. Wat een gast. Kun jij nog lopen? Nee, je kan niet lopen. Dat vind ik veel. Collega's hebben mij per ongeluk geboeid. Ik zit vast. Ik denk dat ik hier maar voor altijd moet blijven staan dansen. Dankjewel. Ik heb hoorapparaat zeggen toch? Je redt het op de kader. Wat een zootje, prachtig.
Zat hier ergens een sirene te blaffen? Zal dat weer een standaard sirene zijn? Bart, waar is die Kees dan weer in? Ik heb echt geen idee. Ben jij hem kwijt dan? Nou, ik was met de andere persoon, met die oude heer was ik bezig. Ik was met die oude heer bezig, die heb ik aangehouden wegens dat hij niet naar die vordering aan het luisteren is. Maar ik weet niet waar die Kees naartoe geboekt is. Ja, dan zal die ontsnapt zijn. Hij laat die Kees maar, want ik weet niet wat er aan de hand is. Dus... Ja, en dan is hij ontsnapt. Ja, hij stond even vast, geloof ik. Ik ga in ieder geval even de heer in de T6 afhandelen. Ja, is goed. ...99 voor de 04? Nou, ik vind het mooi geweest. Ik boek hem ertussen aan. Heeft hij assistentie als Rijksoverheid nog nodig? Ja, opa B graag. Dat is nodig. Die zijn nu aan het toerijden met een... iemand die aangehouden is, dan zal ik eerst dat van jullie even afhandelen en dan zal ik verder met deze heer. Ja, je zet een persoon in de Turkse praten en niet zo'n beleefde taal. Benomen, kom eraan. Noach, wat doe jij? Ik zie hier iemand de voeten rennen en dat vind ik verdacht. Oh, ik dacht al. Oh. Zag heel apart uit. Misschien was het trouwens die persoon. Ik geloof dat er in een case werd gezocht. 02. De case wordt nog gezocht, positief. Volgens mij achter het bureau, maar ik weet het niet zeker. Ik loop op afstand. Ik rij richting het HB achterzijde. Ik moet even te wachten op een verkeerslicht. Dus ik zal zo kijken. Hey, hoe is het? Goed met u? Ja, gaat goed, hè. Hey, je rijdt hem hier voorbij, hoor. Nee, dat is hem niet. No. Nee, dat is hem niet. Nou. Ik heb in ieder geval een boete voor het betreden van het bewonersgebied. Valt mij, het is al rustig, geloof ik, op bureau. Ja, gaan we nog heel even Ark spelen? Ik ben een Skycreeper aan het bouwen. Dat is wel lachen. Dus gaan we even naar mijn huis rijden. Kijken of er nog een... Oh ja, ik kan wel even met die auto. Joejoe! Hi bitch! Oh, je kunt alweer offline. Pop, en kinder. Gelukkig woon ik hier erbij. Zo, die ruit zit aan de muur aan. Winkeloverval, 3 kerstmannen in die winkel. Nou, die nog even kijken is misschien wel leuk. Ik zal er even een printscreen van maken voor de rechercheonderzoek. Kan er iemand assisteren bij die winkeloverval? Zou Bart kunnen koppelen samen met de 04?
Ik wou me net status 8 melden, dus fijne avond allemaal. Het is voor de 29 hetzelfde, fijne avond allemaal. Ze gaan er vandoor in een taxi, een zwarte taxi. Ik zet de achtervolging in. Ja, die heb ik altijd voor mijn dienst bij me. Ja, ik ben echt... Voertuig crasht, rijd door. Ik moet niet te zwaar zijn, dus ik leg even wat in huis neer. Eigenlijk mag je niet de wapens mee naar huis nemen, maar aangezien ik DSI ben en recherche, mag ik het wel. Nou, die guy die Ilias is nu weer naar beneden gelopen. Ja mensen, ik ga even switchen naar ARK. Bedankt voor het kijken. Morgenavond ga ik denk ik de hele avond Haarlem politie streamen. Dus dan zijn jullie welkom om te kijken. Voor nu ga ik switchen naar ARK. Mocht je dat niet leuk vinden en weggaan, bedankt voor het kijken. En tot de volgende stream. Hey, hartstikke bedankt. En tot zo. Ja, ik blijf wel live. Ja, ik heb een pauzescherm. Die ga ik nu aanzetten, momentje. Of twee. Maar dat inladen duurt heel lang. Dus ik ga hem even 5 minuten uitzetten in de stream. Want anders zitten jullie echt naar een heel saai scherm te kijken. En dan ben ik zo meteen weer terug. Dus tot zo.